Hotel de Zwaan is een bekend hotel met een rijke historie. Het was vroeger een herberg en er was een brouwerij. Je kon er slapen en er werd bier gemaakt. Het staat in het prachtige centrum van Raalte. Vroeger had Raalte nog een hotel, het Wapen van Raalte. Het stond precies tussen de Stationsstraat en de Modeweg. Alleen de bomen zijn er nog van over. Het gebouw staat er niet meer. Eens kijken of de kinderen van vandaag deze plek gaan terugvinden. We zijn er weer met Stoppelkids. Zit in team rood. Hij houdt van voetballen en zijn lievelingsdier is een stokstaartje. En later wil hij fysiotherapeut worden of bij de ME. En Leander, ja, die houdt van breakdance. Zijn lievelingsdier is een hond en later wil hij bij de politie. En dan hebben we het gele team met Kim. Ze houdt van dansen, haar lievelingsdier is een lynx en later wil ze heel graag dansje worden. En Jolieke gaat samen met Kim strijden voor de munten. Ze houdt van zwemmen en dansen. Haar lievelingsdier is een lynx. En later wil zij ook graag dansje worden. In de envelop zitten 3 oude foto's. Deze foto's zijn genomen in het centrum van Raalte. Vind de plek waar de fotograaf stond en maak vanaf daar opnieuw die foto. Ja, en het rode team is weg. Oh, en Joren die sprint er vandoor. Moet je Leander zien op zijn slippers. Ja, dat is niet handig, hè? Dat is niet handig, maar hij is wel een vaardige slipperloper. Luister naar de liedjes op de laptop. Zoek bij ieder liedje de goede titel en de goede zanger, zangeres of band. Ja, ook team geel is los. Het eerste lied. Eens even kijken. Herkennen ze die? Ja, volgens mij weet Kim het. En rood gaat verder. En volgens mij weet Joren waar hij naartoe moet. Ja, hij wijst de goede kant op. Ik zie dat daar. Ja. Daar is de eerste foto, die paden. Dat herkent hij wel heel snel. We zien inderdaad een klein stukje van een winkelpand op de achtergrond van de foto. En die lijkt hij nu al gevonden te hebben. Wel heel erg snel. Dat is netjes, Joren. Ja. Dat ziet er goed uit, Lars. Je ziet de meiden denken. Ze hupsen ook lekker mee op de muziek. Oh, ja, goed zo. Je hangt weer recht. We beginnen maar bij Hotel de Zwaan. De tweede foto. Lees even goed, jongens. Dit is de kerk. Dit is bij de kerk. Ja, moeten naar Hotel de Zwaan. Nou, Hotel de Zwaan. Dat moeten ze toch kunnen vinden. Met een omweg. Ja. Gaan ze toch wel weer de goede kant op? Rennen in dit snikhete weer. Op slippers. Goed kijken. En ze staan er vlak voor, zullen ze het in de gaten hebben? Ja, kijk. Ja. Maar dat. Leander kijkt nog, maar Joren heeft ondertussen al de foto gemaakt en die ziet er goed uit, Lars. Zeker weten. Ja, de zangeres is gevonden, de titel ook. De laatste foto van Team Rood. Dus even vragen. Nee, zo te zien weet de meneer niet. Even kijken of die mevrouw het weet. Oeh, nadenken. Waar was dat ook alweer? Een halve minuut. Kom, dames, jullie moeten er nog 2. Ze lijken toch echt te twijfelen nu. Ik weet nu niet of ze iets kiezen omdat ze het weten of omdat ze gokken. Toch nog maar weer iemand anders vragen. De bakker. De bakker, ja. Eens kijken of die het oude hotel wel weet te staan. Wacht. De bekende Raaltenaar in ieder geval. Volgens mij kan die goed brood bakken. Bas. Heeft hij in ieder geval een gezicht voor. Het bestaat niet meer, dus dat is helaas. Maar die, als je goed kijkt, staan die 2 bomen, die staan er nog wel. Je neemt alle tijd om het ook uit te leggen aan de jongens. Precies. En daar gaan ze. Tussen de mail door even uitleggen. Heel goed, dankjewel. De jongens kunnen verder. Nog 3 minuten, dus ze moeten een beetje rennen op schoenen en slippers. Ja, één naar de ene kant. Goed overlegd. En
de dames gaan voor de laatste. Ze hebben nog 5 seconden en zo te zien is die laatste. Die ziet er goed uit. Ja, die herkent ze. Team Rood is er bijna, maar nog niet helemaal. Ja. Nee. Jongens, we moeten maar verder. Ja. De Jander die wijst wel de goede kant op. Ze twijfelen even. We zijn op zoek naar die bomen. Ja. Later is het verbouwd. Het ziet hier behoorlijk boomloos uit. Hij zegt dat de boel verbouwd is daar. Dat zegt hij heel mooi, maar uiteindelijk is gewoon het hotel gesloopt. En is er iets nieuws neergezet. Mind is blown van Main Street. Is goed. De derde roar van Katy Perry. Die is goed. Alsjeblieft. Bedankt. De laatste. Zij gelooft in mij van André Hazes. Dat is knap. Die is ook goed. 1, 2, 3. 3 munten voor Team Geel. Netjes gedaan, dames. Kijk eens aan, zeg. De 2 bomen, dat kan niet anders. Dat moet het zijn. En nog even de juiste positie. Ja hoor. Zo. Dat lijkt er precies op. Maaike, dat is nog een van de mooiste foto's die er gemaakt is. Qua plek. De eerste. Die heb je ontzettend snel gezien. Heel knap. Die is goed. Gedaan. De zwaan, die is ook goed. Die is ook goed. Dat betekent dan dat jullie alles goed hadden. Oh, yes. Yes. 1, 2, 3. Huh? 3. 3. En heb, daar gaat Team Geel voor hoor. De sportopdracht. Lekker hoppen door Raalte. In een grote springzak. Ja, Kim verdrinkt er bijna in. En daar gaat de laagste eerste. Kom op Kim, links. Tussen de gele zwembroeken. Nee. Heeft ze niet gezien. Ja, en Jolieke gaat ook verder. En die springt. Oh nee, die ziet ze wel. Gelukkig, de eerste is binnen. Ja, trek hem eraf. Dan de laatste. Nog 6 seconden. Ja, daar hangt hij rechts. Oeh, dat wordt spannend. Ja, 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 ze zien hem wel. Maar kom op dames. Springen. Nee. 1. En dan gaan we door naar de kunstopdracht. Dit keer zijn we in de buurt van het gemeentehuis. We zien daar de vrouw met de roggen. En de kids die gaan weer los. Want ze mogen weer lekker kliederen en smeren. En natuurlijk ook schilderen. En er iets moois van maken. Ja. Ik ben benieuwd wat ze van plan zijn. In 1971 komt er hoog bezoek naar Raalte. Kroonprinses Beatrix, de moeder van koning Willem-Alexander, komt met haar man naar Stoppelhanen om het feest te bekijken. In een mooie auto met open dak komen ze aan. En heel Raalte loopt uit. Iedereen wil de kroonprinses zien. Ze kijken naar de prachtige wagens die voorbij komen. De voorzitter van Stoppelhanen mag van alles vertellen aan de toekomstige koningin. Stoppelhanen heeft ook ieder jaar zijn eigen koningin. Een oogstkoningin. Zij ontvangt belangrijke gasten en reikt prijzen uit. Ze is voor dat jaar een beetje het gezicht van Stoppelhanen. Deze oostkoningin is dan ook erg druk tijdens het feest. Maar gelukkig heeft ze 2 hofdames. Die helpen haar bij alle activiteiten. Ze bezoeken veel vrijwilligers en gaan langs bij oude en zieke mensen in de verzorgingstehuizen. Zodat het ook voor deze mensen een beetje feest is. Ah, dat begint er al aardig op te lijken. En Team Rood, ja, die is bezig met roggen. Ja, het zijn echte jongens. Gewoon lekker stippen, smeren. Lekker met kleurtjes, lekker draaien. Ja. De meiden zijn veel meer bezig met de vorm van het beeld. En de jongens die pakken volgens mij inderdaad de roggen en gaan lekker uit hun dak. Met een kleine kwast, heel secuur. Nou, ze moeten allemaal even. Dat is wel bijzonder. Dan heb je nog 4 minuten en dan ga je beginnen met een heel klein kwastje. Oh, ze even toch door. Laat ik maar wat. Maar ze gaan rustig verder. Ja, en Team Rood is al echt wel verder. Ja, die gaan het wel halen, denk ik. Mirjam, ons jurylid, kijkt ook toe of het allemaal goed gaat. Ze binnen de lijntjes. Ah, en de tijd is alweer voorbij. Ik heb erg leuk gekeken naar hoe jullie aan het schilderen waren. Ik zag dat er een heel groot verschil in zat. De jongens gingen heel snel. Die hadden meteen het doek al bijna vol. Terwijl de meiden juist heel rustig en heel secuur aan de slag gingen. En daardoor zijn er ook 2 hele verschillende schilderijen ontstaan. Ik zeg 2 jongens. Jongens, 2 munten. En dames, 1 munt. Yes! Alsjeblieft. 1, 2, 1.
gaan we met het rode team ook beginnen aan de sportopdracht. Lekker hoppen door het winkelcentrum van Raalte. Oh, hij heeft er lol in. Hoppen, hoppen. Nou, Joren is gewoon aan het valspelen. Hoor. Oh, dan heb je hem weer, die kabouterloop. Ja, weer dat kabouterloopje. Ja, en Leander heeft de eerste te pakken. En ook Joren, die... kijk, die is wel op tijd. Ze hebben wel weer die andere envelop tussen die broekjes hebben ze gemist. Die was denk ik toch iets te moeilijk voor ze. 1, 2... En Team Geel gaat ook verder met de geschiedenisopdracht. En ze gaan eerst de andere kant op, zo te zien. De dames beginnen bij Hotel de Zaan en ze zijn er al. Ja, hoe zet je hem aan, hè? Ja, de dames hebben hem aangekregen. En even op de goede plek staan. Hoppakee. En de muziekopdracht voor Team Rood. Eens kijken of zij alle liedjes kunnen vinden. De goede titel met de goede zanger, zangeres of band. En de eerste die hebben ze alleen verkeerd. Oh ja, hij heeft het door. Gelukkig. Hotel het waterverhaal is een kopje klaar. Ja, de eerste foto staat erop. Nu verder met foto nummer 2. Toch ook maar hier even vragen. Geen idee. En ik kom hier uit Raalte. Ja, als je niet uit Raalte komt, wordt het lastig. Misschien dat die mevrouw het weet. Waar is nou dat oude hotel, het Wapen van Raalte? Waar stond die? Nou, ze herkent de straatnaam. Ze wijst in ieder geval wel de goede kant op. Juist weer de goede kant op. Maar nu? Zitten ze op een doodspoor? Dit is toch een heel bekend nummer. Die herkennen ze direct en die meiden hadden hem ook direct te pakken. Toch maar eens even aan de bekende vragen. Nou, dat ken ik wel. Het is Annette Zwakenberg, ja, en zij weet wel waar het Wapen van Raalte is. Volgens mij krijgt ze een vaste rubriek in dit programma. Vraag het aan Annette. Een hulplijn. Een hulplijn. Een vaste hulplijn. Maar ook nu wijzen de kinderen wel de goede kant op. Dat is fijn. Ja, voor mij herkennen ze de bomen, Maaike. Ja, ja, ja. Ze zitten nog ruim in de tijd. Ah, ze staan er al. Kijk eens, Lars. Ja hoor. En ook de jongens met nog, 40 seconden op de klok. Geloof ik nog één lied te gaan. Ik ben benieuwd of ze het weten, André Hazes. Wat staat erachter? Ja, maar nu heeft Team Geel het toch lastig, want Team Rood eindigde bij het oude hotel. Alleen nu moet Team Geel helemaal terug naar het winkelcentrum en dan hopen dat ze nog weten waar die laatste foto gemaakt moet worden en dan nog binnen de tijd zijn. Dat wordt een uitdaging. André Hazes? Nou, volgens mij... Goed zien. Volgens mij niet. Als ik het zo zie, hadden ze alleen de eerste en de derde goed. Die wisten ze ook zeker. En de andere hebben ze toch... Kijk, ja, inderdaad, die eerste was goed. Maar de andere hadden ze of de verkeerde zangeres of de zanger. Ja, inderdaad. En de derde was ook goed. 1, 2... Ja, die heb je gezien. We hebben Annette weer. Weer de vaste hulplijn. Die hebben. Vraag het aan Annette. Ja. Zij weet raad. Hey, ja hoor, zij weet zeker raad. De straat van de Bakker, maar de tweede straat. En dan loop je rechtdoor. En dan op de hoek zit iets met oren. Iets met oren. Dankjewel Annette. Misschien tot volgende week. Kijk. En daar gaan de dames. Ze hebben nog een minuut. Hadden ze wel nodig aan Maaike, die goede aanwijzing. Ja, anders hadden ze het sowieso niet gehaald. Nu kan het zonder nog. Annette waren ze nergens geweest. Nee, zonder Annette geen pret. Dat ook niet. Pak de foto. Iets met oren, beter horen. Ja, ja. 1, 2, 3. Hoe is het met de spanning hier?
Ze zijn heel erg stil, want de strijd is alweer gestreden. De vierde aflevering van Stoppelkids. Het was spannend en heet. En we gaan nu zien wie er doorgaat naar de halve finale. En we beginnen met Team Rood. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 munten voor Team Geel. Dames, jullie hebben het echt fantastisch gedaan. Maar dat betekent dat Team Rood doorgaat naar de halve finale van Stoppelkids. Wow. Yay! Volgende week dan zijn we er weer voor eigenlijk de allerlaatste aflevering. Dan gaan we voor de laatste keer zien welk team er doorgaat naar de halve finale. In ieder geval, deze twee jongens zien we daar terug volgende week. Laatste keer. Tot dan!